De gemeente Eindhoven brengt voorlopig toch geen bid uit om het WK korte baan zwemmen naar onze stad te halen in 2016. Dat hebben de gemeente, de zwembond en de provincie samen besloten. De partijen wilden eerder wel graag proberen om het WK in Eindhoven te kunnen organiseren. Maar ze kunnen door de onzekere economische tijden nu geen financiële garanties geven. En de internationale zwembond vraagt daar wel om bij een officieel bid. De deadline voor dat bid is op 15 oktober. Mocht de internationale zwembond de gemeente meer tijd geven om de financiële zaken op orde te krijgen, dan wil het college een eventueel bid opnieuw overwegen.